Vreugde voor hen die zoeken naar God, zoekt de Heer en neemt toe in kracht, zoekt zijn aanschijn zonder ophouden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. U allen van harte welkom op deze donderdagavond 18 maart, in de vierde week van de 40 dagen tijd. Vandaag ook de negende dag van de Sint-Jozef-noveen, die we om 6:30 ook samen zullen bidden. Want morgen viert onze wereldkerk het hoogfeest van Sint-Jozef, de bruidegom van de heilige maagd Maria. En tot die tijd mogen we in ons noveen hem overwegen, hem gedenken, op zijn voorspraak ook bidden. Mensen vragen zich wel eens af of dat bidden zin heeft. Toch is ons gebed heel krachtig en zinvol, tenminste als we het op de goede manier doen. Want je hoort soms ook wel eens zeggen, ja, ik heb toch een kaarsje aangemaakt. Natuurlijk, een kaarsje maken, aanmaken is één, maar dat kunnen we ook thuis doen, op de tafel, voor de sfeer, voor de gezelligheid. En toch is dat kaarsje net iets anders. Het gaat bij het kaarsje alleen maar om een vlammetje, dan is het zoals thuis, de sfeer en gezelligheid. Nee, als wij een kaars aansteken, hetzij in de kerk bij een van de aansteekpunten, bij de beeldenissen die we in de kerk hebben, of thuis, hetzij op tafel of bij een beeldenis van een of andere heilige, dan mag dat een verlenging zijn van ons gebed. Het is alsof wij tot Maria of God bidden en terwijl wij alweer naar huis zijn, ons gebed in de kerk nog verder gaat. Daarom vind ik het zelf ook heel belangrijk dat de kaarsen die worden aangemaakt in de kerken ook volledig opbranden. Er zijn helaas kerken bij, aan de ene kant te begrijpen, brandveiligheid. Bij het sluiten van de kerk worden alle kaarsen gedoofd en de volgende dag of bij de volgende dienst weer alles aangemaakt. Maar eigenlijk zouden die kaarsen moeten opbranden. Want het is alsof ons gebed ook weer doorgaat. We gaan naar huis, maar ons gebed mag door blijven gaan met dat vlammetje in de kerk. Zoals die kaars niet aan zichzelf denkt en bang is om te branden, zo dient ook ons gebed niet egoïstisch te zijn. We mogen ook bidden voor anderen en er dan ten volle op vertrouwen dat God doet en geeft wat het beste voor ons mensen is. Ook als dat anders is dan wij verwachten of hopen. En als wij op die manier bidden, dan mogen we ook beseffen dat ons gebed heel krachtig en zinvol zal zijn, zoals we dat ook zagen in de eerste schriftlezing die u vanmiddag bij de Eucharistie hebt mogen beluisteren. Want Mozes, hij bidt tot God, hij spreekt tot God, hij is een voorspreker voor het volk. Want de Heer ziet toe hoe alstarrig het volk is en wil hen met harde hand weer bij zinnen brengen. Maar door de voorspraak, door het gebed van Mozes, ziet de Heer af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd. Want God, hij vergeet ons niet, hij die zijn volk welgezind is. Bekeert u, zegt de Heer, want het Rijk der Hemelen is nabij. De Heer zal bij u zijn. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sprak Jezus tot de Joden: als ik over mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde. Er is een ander die over mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis die hij over mij aflegt, geloofwaardig is. Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd, en deze heeft getuigd voor de waarheid. Weliswaar behoef ik de getuigenis van een mens niet, maar ik zeg dit,
opdat gij gered zult worden. Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten. En een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen. De getuigenis echter die ik bezit, is waardevoller dan die van Johannes. Want het zijn juist de werken die de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen en die ik ook volbreng, die van mij getuigen dat ik door de Vader gezonden ben. Ook de Vader zelf die mij zond, heeft getuigenis over mij afgelegd. Zijn stem hebt gij immers gehoord, nog zijn gestalte gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, omdat gij degene die hij zond niet gelooft. Gij onderzoekt de schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist deze getuigen over mij, en toch wilt gij niet tot mij komen om het leven te vinden. Ik zoek niet door de mensen geëerd te worden, maar ik weet dat gij in uw hart geen liefde tot God hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en toch aanvaardt gij mij niet. Komt een ander in zijn eigen naam, dan zult gij hem wel aanvaarden. Maar hoe zoudt gij ook kunnen geloven, als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt niet zoekt? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Er is al iemand die u aanklaagt, Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld. Want als ge Mozes zoudt geloven, zoudt ge ook mij geloven. Want juist over mij heeft hij geschreven. Als ge niet gelooft wat hij schreef, hoe zoudt ge dan geloven wat ik spreek? Woord van de Heer. We mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist. En laat ons bidden. Heer, wij doen een dringend beroep op uw goedheid. Geef dat u mensen zich door boetvaardigheid beteren en zich door goede werken voorbereiden om oprecht te volharden in uw geboden en zonder zonde op weg te gaan naar het paasfeest. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. En laten we ons in tegenwoordigheid stellen van Hem die onder ons aanwezig wil zijn.
Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen we onze zorgen voorleggen. Voor alle die in de kerk leiding geven, dat zij dit doen onder inspiratie van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Voor alle die zich inzetten voor hun medemensen in nood, dat zij niet uit zijn op eigen gewin en aanzien. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij naar het voorbeeld van Mozes oprecht onze gebeden tot God richten. Laat ons bidden. Voor al onze zieken, voor hen die medische behandelingen moeten ondergaan, die in het medische traject terecht zijn gekomen om goede begeleiding, om liefdevolle zorg. Laat ons bidden. We bidden voor onze dierbare overledenen. We bidden voor Yvonne van der Palen, voor wie vanmiddag de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats hier in Waalre. Jo van den Boom, 87 jaar, voor hem heeft vanmorgen de uitvaart plaatsgevonden in de kerk te Alst. Leni Aarts van Houts, 80 jaar, voor haar zal morgen de uitvaart plaatsvinden vanuit de Servatiuskerk. Voor Ellie Koppelmans Jacobs, 79 jaar, voor haar zal morgenmiddag de uitvaart plaatsvinden vanuit deze kerk. Voor Riet Souter van Galen, 93 jaar, voor haar zal zaterdagmiddag de uitvaart plaatsvinden vanuit deze kerk. Voor Riet van de Ven van Dommelen, 99 jaar, haar uitvaart zal komende dinsdag plaatsvinden vanuit deze kerk. Voor Piet Smolders, 85 jaar, voor hem zal komende woensdag de uitvaart plaatsvinden vanuit deze kerk. Dat al onze dierbare overleden mogen rusten in de vrede en vreugde bij God, die ook geen einde zal kennen. Laat ons bidden. En bidden wij dan samen. Sint Jozef, een van de meest zichtbare trekjes van uw ziel is ook de gehoorzaamheid aan God. Gans uw leven is dan ingeweven door trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer die van u houdt. Het begin van het evangelie verhaalt dat Maria zwanger was toen gij met haar verloofd waart. Als rechtschapen man besloot gij haar in het geheim weg te zenden om haar geen kwaad te doen. Maar God vroeg u haar toch bij u te nemen als uw trouwe echtgenote. Door aan deze eerste boodschap van God te gehoorzamen, zijt gij met hem de weg van de incarnatie ingegaan, die toen nog een mysterie was. Enkele maanden later beval de Romeinse keizer een volkstelling op zijn grondgebied. Gij hebt deze tweede beproeving aanvaard met vertrouwen in de wegen van God. Gij hebt Nazareth verlaten en zijt naar Bethlehem gegaan, de stad van David, waar de Zoon van God moest geboren worden. Na het bezoek van de wijze heeft de Heer zich nogmaals tot u gericht. Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik het u zeggen zal. Zonder één ogenblik te verliezen, zijt gij terug opgestaan. 'S Nachts hebt gij het kind en zijn moeder opgenomen om naar Egypte te vluchten. En gij zijt er gebleven zolang God het wilde. Enkele jaren zijn verlopen voor de dood van Herodes. Dan heeft de Heer u teruggesproken. Sta op, neem het kind en zijn moeder en keer terug naar Israël. Met een bewonderenswaardige trouw zijt gij opgestaan, hebt gij het kind en zijn moeder genomen en zijt gij teruggekeerd naar Nazareth. Deze enkele gebeurtenissen zijn voldoende om ons de grootheid van uw gehoorzaamheid te laten begrijpen. Het evangelie is wel zeer bescheiden over de vormen die al deze tussenkomsten van God konden aannemen. Het was telkens een engel, een boodschapper van God, die u zijn bevelen overbracht. Maar gij weet het, ook in ons leven richt de Heer zich tot ons. Hij spreekt tot ons langs de gebeurtenissen, in de stilte van het gebed en in de schoot van de kerk. Help ons om zijn stem te horen te midden van al het lawaai van de wereld. Help ons ook om zijn oproep te gehoorzamen
trouw zijn aan zijn liefde en aan zijn wil. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet, Jozef. De goddelijke genade heeft u overgeladen. Onze Verlosser heeft u uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen. Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk kind van uw maagdelijke bruid. Heilige Jozef, tot vader gegeven aan de Zoon van God, bid voor ons in onze zorgen, voor de familie, de gezondheid en het werk, tot op onze laatste dagen en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra.
We zullen morgenavond om 6:00 in de Eucharistische aanbidding het hoogfeest van Sint Jozef mogen vieren, ook hier in deze kerk. En voor de Eucharistie is om 7:00 in de kerk in Aalst. Nog een mooie avond toegewenst en laten we heen gaan in vrede.